Kilen? Menthol tegen. Menthol? Ja. Lekker pakkie hoor, hé. Lekker. Ik zie deze pepers zijn niet gaan. Dan moet ik ook nog janken. Dit is echt zo. Sorry voor de rant. Sorry. Laat maar, dit wordt een kutverhaal. Laat maar, doei. Vannacht 4 uurtjes geslapen. Op zich genoeg. Len heeft de ochtend alleen gedaan. Thanks daarvoor, Len. Thanks. Oké, ik ga snel door met die vlog. Harde schijf, Libby. Well, kijk, dit is de setting. Ja. Morgen, jongens. Het is vandaag dinsdag. Ik heb eerst een afspraak met Bo. En daarna heb ik een kantoor. En dan ga ik naar de kapper. Want dit moet even goed. Ik heb 2 tv-appearances deze week en het moet even netjes zijn. 3. Dus dat, dit is de outfit. Gewoon simpel. Simpel. Deze is super oud. En ik had alleen nog maar mijn mega, mega push-up bij huis. Ik heb zomaar grote tieten vandaag. Deze is van Topshop. En deze is van H&M. Ik doe deze colbert eroverheen van Maas. Hey Bo. Hi. Jij hebt altijd een vet mooie filter op. Maar dat is gewoon dat je de camera zelf. Ja, maar welke stand doe jij dan? Gewoon auto. Hallo. Bo doet eigenlijk heel veel. Maar wat doe je voornamelijk nu? De It-List? De It-List, ja. Dat is een webshop. En waar ik Jamie heel graag bij wil hebben. Wij hebben net een meeting gehad. Ja. Ik denk als je mijn smaak leuk vindt, ik dan hou vind van je jouw dit, smaak. Dan vind je dit ook echt heel leuk, de It-List. Dat hoop ik. Dat is wel de bedoeling. Ja, want laat even op het geweldige jasje zien wat je net aan had. Nee, dit is vintage. Maar vintage? Ja, maar dit kopen we dus wel in, hè? Want we hebben ook een vintage afdeling. Oh, leuk! Gaan lanceren. Dus dat is maar jouw outfits zijn altijd on point. Dat vind ik wel heel lief, maar die van jou dus ook. Nou, thanks. Ik ben op kantoor geweest, maar je ziet, ik ben in de HTL. En we gaan even uitvoeren bij haar, want het was er weer niet. We zijn weer herenigd, je bent er weer. Ik ben nog gedoucht, maar ik ben heel blij weer. Heel misschien is het ook donker boven, moet ik even aankijken. Anyway, ik moest zoveel praten vandaag, zoveel voorgesprekken gevoerd. I'm done, man. Zoveel gepraat. Dus ik heb niet meer de camera aangezet. Vannacht waren de kinderen wakker geworden. Fucking 4:30. En toen, ik praat zachtjes, want ze liggen op bed. En ze slapen nog niet. Toen hebben ze ons mooi wakker gehouden. Dus ik ben heel moe en uitgeluld. En we zijn heel erg. We zijn naar McDonald's geweest. Gewoon bam. Frietjes erin. Lekker. Goedemorgen jongens. Vandaag krijg ik een beugel. Hier. Onderin. Voor mijn tandje. Spannend. Dit is de outfit. En mijn snor is gaande. De dag is aangebroken dat ik een beugel krijg onderin. Halfjaartje. Lekker. Goedemorgen, Evelien. Goedemorgen. Vandaag gaat het gebeuren, hè? Ja, vandaag krijg je echt je beugel. En ik had ook heel veel vragen. Kun je kauwgom blijven eten? Nee, dat niet. Oh, shit. Nee. Oké, nou, dat komt goed. Nou, hier zijn je beugels. Ja. Zitten ze allemaal in. Dus je hebt 14 beugels, je vervangt ze om de 2 weken. Ja. En dan krijg je de eerste. En ik ga daar ook de blokjes plaatsen. Oh, oké. Okay. En dan komt er ook een spalkje bij. Oh ja. Ja. Dan moet je ze ook eruit, anders past het niet. Shiny's never been a better thing. Cooler to me. I like to see it when you're dirty. Nou, de blokjes zijn geplaatst. En dit krijg je nu, krijg je de eerste set beugels. Eerst even voordoen bij je. Ja. Even naar achter leunen. Ja. Pak even. Kijk daarmee. Ja, goed. Dat is goed. Dus we plaatsen hem zo erop. Nou, je ziet ook hoe die geplaatst moet worden. Hier is die hoektand. Ja. En dan doe ik wat terug. Het lijkt natuurlijk dat je denkt van het gaat heel langzaam. Ja, het is natuurlijk een millimeter per zoveel tijd dat het gaat verschuiven. Dus denk je, het schiet niet op. Maar als je die foto's ziet, dan zie je toch wel dat het aardig opschiet. Leuk, ik ben heel benieuwd. Ik moet even. Ik ben benieuwd hoe mensen het opvalt. Ik denk dat het heel erg meevalt. Ja, ja. Omdat het ook gewoon onder is. Dus. Ja. En ik vind het praten bij jou wel meevallen. Ja? Ja. Want wat kan er gebeuren? Dat je onwijs gaat slissen? Of ja, dat zie je in het begin. Ik ben in ieder geval heel blij. Ja, leuk. Ah, dankjewel, Evelien. Ja, alsjeblieft. Over 2 weken dus controle. Ja. En dit is mijn pakket. Ja. Al de beugels. Het valt mee eigenlijk.
Oké, dan gaan we. Deze dus. Via Dental Correct. Ja, ik zit onder de vaseline. Want mijn mond was zo lang open. Dat ik echt een beetje van die... beetje gescheurde mondhoekjes had. Ja, net had ik ook geluncht. En dan moet de beugel eruit. En hij zat al best wel lang vast. Nee, ik had een tussendoortje. Toen ging ik hem eruit halen, want ik had eerder al geluncht. En hij zat best wel lang dus erop. En als je hem er dan afhaalt, dan doet het echt heel erg pijn. En nu niet pijn. Maar als het druk er weer af is, dan voel je echt het verschil, zeg maar, al. Dus dat. Ik moet koken voor mezelf. De boys zijn in Almere bij mijn schoonmoeder, schoonouders. En Alain haalt ze op en Alain eet daar ook. Ik ga thuis koken. Oh, ik ben zo chagrijnig over mijn telefoon. Ik heb dus de hele tijd met een gebroken scherm rondgelopen. Ben naar de Mediamarkt gegaan. Tering €140 gedokt. En nou doet hij het steeds niet. Ik kan niet typen, niet indrukken. Maar hij doet het niet. Sorry voor de rant. Sorry. Dit koop ik vandaag. Thuis de rijstnoedels van Zilvervliet. Filet, rode curry en sojaboontjes erheen. Ik dacht, ik ga niet in mijn Balenciaga shirt lopen. Dat is zonde. Hoeveel mag ik kopen? Wordt toch bedankt. Okay. Goedemorgen jongens. Nieuwe dag. Het is vandaag mama dag. Er wordt gespeeld. Mama, mag ik dit in mijn handen doen? Mag papa doen of ik voor jou? Nee, zelf. Nee, mag niet zelf. Ik ga even verder met de was vouwen en straks ontbijten. Lekker move it, move it. Wat gaan wij maken, Len? Een mentholteken. Mentol? Wentel. Oh ja, een wenteltv. Ja, we hebben al melk. Doei doei. We hebben geen oud brood, helaas. We hebben alleen vers brood. Hoe voelt dat als het zo zit? Slimy. Ik wil het voelen. Zometeen. Eerst mijn handen wassen. Je mag met je pink even voelen één keer. Het voelt slimy. Ja, hè? Mama, kan je weer ook? Ja, één keertje voelen heel zachtjes. Oh, dat is echt wel cool. Hier de schaaltjes. Ja. Hebben we nog kaneel, jongens? Welke kleur heeft kaneel? Weten jullie dat? Bruin. Ja, hoe weet je dat? Want ik heb het een keer gezien. Ja, ga maar roeren, kijk. Heel zachtjes. Nog een beetje. Mag ik het even voordoen? Ja, kijk nog heel even. Kijk nog heel een keertje. Ik moet het heel even voordoen. Kijk zo. Oké. Nee. Oh, oepsie. Heb je wel eens pepernoten gemaakt? Ja, toen ik op school was. Nog. Oh ja, toen ik Sinterklaas was. Toen ik nog 4,5 was. Ja. Ik ruik naar pepernoot. Wil jij ook ruiken? We gingen toch een vriendje. Dan mag je het omgooien hierin. Omgooien. Ja, gooi maar hierin. Gooi maar dit. Ja. Kijk, zie je jou zo weer? Ik kan het zo doen. Shiny's never been a better thing. Cooler to me. I like to see. Vandaag krijgen we lekker thuis. We hebben allemaal nog romper aan. Ik in mijn onderbroek. Lenny in zijn pyjama. Jongens, het was een hele leuke mamadag. En ik kom wel met je akkers, want ik sta dus hier midden in filmen. Maar in de hallen wordt een nieuwe RTL Late Night opgenomen. Is vandaag de proefuitzending van Late Night. Ik doe daar aan mee. Dus het is niet voor het echie, maar wel leuk. Wat gaan we hier filmen in de hal? Dat is de locatie met Toonhuis. Toon Ossel, je weet het zelf. Oké, ik had het volgens mij niet heel goed uitgelegd, denk ik. Maar ik had dus net een proefuitzending van Late Night. En het was heel leuk. Laten we er ik gewoon even langs leuk. Rijden. Ja, sorry. Alain is er inmiddels ook. Ik ben er ook. En we gaan eten zoeken, want we hebben niet per se gegeten. S'avonds is hij ook zo mooi. Kijk hem dan staan op die grachtjes. Ik wil nog even zeggen, Late Night is dus een nieuwe studio. We mochten daar nog niet filmen of foto's maken, dus ik heb dat niet gefilmd. Wel jammer, het ziet er echt heel goed uit.
En Twan is Twan Ossel, is een van mijn lievelingspresentatoren. En hij heeft het echt fucking goed gedaan, maar hij is ook natuurlijk echt een professional. Ik moet even parkeren aan. Oh, maar let's even parkeren aan. We gaan dim zoomen waarschijnlijk. Dus dat? Over en uit vanaf de, ja, foto, centje. Waar zijn we, Len? Waterloo? Nieuwmarkt? Nee, we zijn op de rechts Boomsloot. Ja, maar waar zijn we vlakbij? Nieuwmarkt? Nieuwmarkt. Laat bij de Vlaag. Die Vlaag. Oh, ik heb het zo koud met mijn blote beentjes nu. Ik dacht altijd niet koud, maar nu wel. Zo eten we heel lang. En zo twee keer in een hele korte tijd. Met de liefde van je. Nou, hè. Goedemorgen jongens. Vandaag gaan onze jongens logeren. En Alain heeft vandaag de eerste uitzending van The Voice of... Voor jullie allemaal kijken. Nee, trouwens, jij allemaal Voice... gekeken. Laat even weten wat je ervan vond. Ja, ik vind het zo leuk. Voor welke sleutel is deze? Voice senior. Voor jouw raam. Lekker pakkie hoor, hé. Lekker. Hé, hey, zit een vlek op. Oh. Gezondheid. Goedemorgen jongens. Vandaag heb ik opnames voor... Veel plezier, heel lang, heel leuk. Ik ben de hele dag met hem. En ik word over 10 minuten opgehaald en ik heb nog niet echt een goede make-up op. Mijn kleren nog allemaal niet aan. Ik moet mijn tas nog inpakken. Dus ik heb het allemaal weer lekker geregeld. Maar ik had ook gewoon een struggle, hè, met de kids. Een positieve struggle, alleen struggle als in. Het moest allemaal wel geregeld worden. De tandjes poetsen, logeren, tasjes klaarmaken, bla. Ik kom pas 10 uur weer thuis. Dus daarom halen mijn ouders ze op. En zo blij altijd met de opa en oma hulp. Waar zou ik zijn zonder mijn ouders en mijn schoonouders en mijn tante? I cannot. En natuurlijk de oppas. Die was gisteravond. Oké. Okay. Ik trek lekker mijn Looney Flex Daily Paper shirt aan vandaag. Denk ik. En dan neem ik nog een extra shirt mee. En een trui. En een regio, want schijnbaar gaat het dus heel vies weer worden later. Oké, ik ga ons gewoon even opschieten. See you later. I want you to keep just who you are. You can show me all of the scars. Ooh, I need you better than my beat up car. Baby, you're my... Ik ben weer thuis. Veilig thuis afgezet. Ik heb zo'n leuke draaidag gehad vandaag. Het is echt een leuk team. Het bleek dat ik nog niet over mag posten. Dus de beelden bewaar ik denk ik dan voor wanneer het eenmaal op tv komt. Volgens mij komt het eind september op televisie. Maar ik hou je op de hoogte, hè. Ja, een leuk programma. Ik vertel het dus nog wel. Thuis. Alain is dus nu aan het werk voor The Voice Senior. Superleuk. De kids zijn bij mijn ouders en ik ga even, ik heb zoveel gepraat vandaag. Ik ga gewoon even lekker op de bank zitten, weet je. Gewoon even rustig. En morgen heb ik weer een opnamedag. Dus ik heb 3 opnamedagen achter elkaar waarbij ik veel moest praten. 3 interviews om het maar zo te noemen. Dus morgen weer en dan is het even tranquilo. Dan is weer vloggie editen. Dan spreek u later, hè. Zo loser. Ik zit een oude vlog van mezelf te kijken en Keitje was nog echt super klein en Lady ook. En ze zijn zo schattig en ze zijn niet thuis en dan mis ik ze. Ik hou zo van ze. Het is 6:30, ik heb de kids al eten gegeven. Want ze zijn ook allebei bijna jarig weer, weet je wel. Lekker op tijd, hè? Oh, het is ook wel gek dat ik naar mezelf zit te kijken en een oude vlog maar echt meevallen. Ja. Zo schattig, kijk. Wat een goede dag. Lenny was zo best wel lief. Cute, Lenny. Als onze freestyle af is, dan gaan we een home tour doen, beloofd. En al deze tijdschriften. Nooit meer gedaan. Sorry. Daar. Ja, ik ga even nog naar mijn vriendjes kijken. Soms doe ik ook gewoon oude foto's terugkijken. En dan moet ik altijd janken. Dit is echt zo leuk. Ik huil, maar ze worden zo snel groot. Ik ken dat. Oké, en dan ga ik slapen. Goedemorgen. Nieuwe dag, nieuwe draaidag. Vandaag heb ik opnames voor een documentaire serie. Gemengde relaties met Iris van Lingenberg. Superleuk. Dus ik ga douchen. Alain is ook thuis. Boys zijn er niet. We moeten echt opruimen als een malle.
En deze. Kijk, Iris moet even wat fietsshots maken. Ze komt daar voorbij. En dit is de ploeg van vandaag. Oh, nee, niet deze bloemendame. Zo, daar. Dank jullie wel voor vandaag. Jij bedankt. Begin november. Begin november. Ja. Met Iris. Yay. Dankjewel. Als ik dan toch op de zeedijk ben. Want ik moet wachten op het eten. Eten besteld voor mijn ouders. En die brengen de kids bij ons terug. En dan neem ik mijn vorige regio alvast. Ik heb hier deze papers van die gaan delen. Ik neem Binky. Binky. Super lekker. Dit is wat er van over is van het eten. Mijn ouders zijn weer naar huis. Ik heb een shirt van Elena en I like it. Heren, t-shirts zitten echt nice. I like that. Ik heb nieuwe lipsticks gekregen van NYX. Kijk, check deze bak. Zit ook L'Oreal nog bij hoor. Met deze dus. Alleen maar mat. Deze lipsticks. En nu heb ik deze even geprobeerd. Free Spirit heet die. Had ik eigenlijk nou wel of niet verteld hoe late night was gegaan en waarom we dat deden? Ik ben nog nooit echt op live tv geweest. Dat vind ik heel spannend. Dus mijn agenten, Myrthe en ik, en ook de uitgever hadden besloten van laten we dat gewoon doen. Checken hoe dat gaat en hoe ik reageer op onverwachte discussies. Toen hebben ze Madeleine van Zijkschrift tegenover mij gezet. En het ging eigenlijk wel heel goed. Ik kon helemaal mezelf zijn. Het werd geen fitty. En ik had volgens mij wel een leuke klik met Twan. En eigenlijk vond ik het alleen maar leuk. Ze hadden zo'n heel cool instartje gemaakt voor mij. En echt een leuke redactie. En wie ook eventueel mijn boek heeft gelezen. Volgens mij staat daarin dat ik ook heel graag voor Late Night wilde werken ooit. Als redacteur. Maar dat er toen geen plek was. En toen ben ik bij Boulevard gaan solliciteren. En toen was ik heel ver gekomen. Maar ik mocht niet. Of ze hadden geen parttime jobs daar. Toen had ik net Lenny gekregen. Dus. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Vlak daarna ben ik voor mezelf begonnen. Nou ja, dit is echt een mega onsamenhangend verhaal. Anyway, we hebben dus getest hoe ik dat deed. Alain was er, Slatjana was er, Myrthe. En ja, ik kreeg hele goede feedback. En ik was niet zenuwachtig. Ik was de hele dag dus zenuwachtig, maar eenmaal daar niet meer. Maar ik kan er wel, ik kan wel wennen hoor. Laat maar, dit wordt een kut verhaal. Laat maar, doei. Ik ga chillen. Leuk om jullie weer te zien in de vlog. Nee, jullie welkom terug. Het is al lang geleden dat jullie in de vlog waren, toch? We gaan pannenkoeken eten met de kinderen. Ja. Pannenkoeken, Kai. Oh, ik verzond vlamkoeken. Pannenkoeken.